ben Mathilde en ik woon niet vanaf het begin hier, maar een jaar later, dus ook al 17 jaar. En voor waar ik nu gekomen ben en voor wat ik nu vooral ben, is de ADM wel de plek geweest waar dat verwezenlijkt is geworden. Ik heb hier heel veel opstapjes gehad. Een hele oude nostalgische zweefmolen gekocht. Wist helemaal van de hoed en de rand niks. En hier samen met de mensen en alle technische kennis die hier is, en de loods met de kraan, is het wel mogelijk geworden om zo'n ding te beheren en te runnen. En een suikerspin, een popcornkraampje, dat hier helemaal opgeschilderd is door een kunstenares die al lang weer weg is. Maar het is altijd wel, als je ergens mee zat, heel in het begin dat ik hier woonde, was het van nou. En toen was het nog zo heel erg geïsoleerd hier ook. Toen dacht ik ook van, nee, ik hoef helemaal de stad niet in om iets te halen of zo. Want ik ga gewoon hier even buurten. Er is altijd wel iemand die een laadje heeft met dat schroefje. Of die kennis heeft of dat trucje kan. En dat was ook eigenlijk altijd zo. Nou, het gaat goed met de nieuwe krakers. De dames die zitten nu 3 weken in de kast. En volgens mij bouwen ze als gekken. En hebben ze het wel naar hun zin. Maar dat zou ik natuurlijk ook hebben als ik zo'n kast had. En zo'n omgeving. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik kan ze wel suikerwater geven, maar geen stuifmeel en geen nectar. Moeten ze toch echt zelf halen. En volgens mij met al die willigen, al die planten, de groentetuin, noem maar op. Alles wat er hier ook in al die 18 jaar in het wild is gegroeid. Dat is volgens mij een gala dish voor de dames. Dus als deze dames de nieuwe krakers van het terrein zijn, dan gaat er ook een nieuwe periode in. Sluiten we 18 jaar af, beginnen we met jaar nummer 1. Eigenlijk, want het is een zwerm die in deze kast is gegaan, met hoogstwaarschijnlijk, bijna wel zeker, een bevruchte koningin. En als ze dan in zo'n kast komen, zelf moeten bouwen, het eerste wat de koningin doet is eitjes leggen. Dus ze moeten, gauw ze die kast binnenkomen, moeten ze gaan bouwen. Om het broed. En dat is heel belangrijk, want dat zorgt dat er zoveel mogelijk bijen zijn om alles wat er dan inderdaad hier op de ADM aan eten is, om dat binnen te halen. Want als zo'n eitje gelegd wordt, duurt het toch 21 dagen voordat er een werkster bij uitkomt. Maar een koningin, als het een goede koningin is, ik zou het nooit willen zijn, want het is waardeloos. Je wordt één kindje bevrucht, je gaat die kast in voor 5 jaar en je bent alleen maar eieren aan het leggen. Maar ja, die doet er wel 2000 op een dag leggen. En niet alleen voor de bijen is het geweldig, maar voor alle insecten eigenlijk. Zoals hier, want hier zitten ook heel erg veel hommels. Echt joekels, want die overwinteren hier best wel goed. Ze kunnen hier ongestoord hun dingetje doen. Dus we hebben al een paar generaties van al die insecten, die ook weer heel erg belangrijk zijn. Ik denk dat dit een van de groenste stukjes toch wel is van het hele havengebied.